Nou ben ik wel benieuwd hoe jij misschien met die rafels van verhalen iets van die toekomst probeert aan te raken. Zit dat ook in jouw werk, Ja, het werk heet Fata Morgana, dwalen door de geest. En Fata Morgana's zijn eigenlijk weer spiegelingen van lucht waarbij je het idee hebt dat dat er een werkelijkheid iets wordt gezien, maar je weet eigenlijk dat het niet waar is. En dwalen door de geest zijn hallucinaties die je ervaart als werkelijkheid, maar niet echt werkelijk zijn. En eigenlijk wil ik verwijzen naar die flarden van die toekomstverhalen als, ja, als weerspiegelingen van wat de toekomst zou kunnen zijn. Maar bij het lezen van die verhalen kan je eigenlijk maar delen zien. Dus het ligt in het water en niet alles is leesbaar. En doordat je maar flarden opvangt en die aan elkaar vormt, hoop ik dat mensen meer hun eigen fantasie gebruiken om het aan elkaar te vormen. Maar ik weet niet zeker of dat antwoord geeft op jouw Ja, ik vind het eigenlijk heel, heel bijna zo'n wauw-moment heb ik hier even. vraag. Dat ik denk van, oh, hoe mooi is het als je ook probeert deels dat wat je weet en wat bekend is en dus je geschiedenis ook los te laten. Maar het is zo moeilijk om het los te laten, omdat we er heel snel aan vast willen houden, hè? Dus, en eigenlijk zie ik jou, hoor ik jou in jouw werk zoeken naar hallucinaties, dromen, iets wat we juist niet in kunnen grijpen, niet kunnen beheersen, om ons te laten inspireren om daadwerkelijk iets nieuws toe te voegen.